De 52e avond, vierdaagse, op het terrein van SVV, serene rust. Maar dames, u weet dat het is stilte voor de storm. Wat gaat er straks gebeuren als de mensen binnenkomen? Dan krijgen ze de medaille en dan is het feest hier. Hoe belangrijk, denkt u, is die medaille voor de deelnemers? Heel belangrijk, zeker voor kinderen. Ja. Hoe ziet die medaille er ongeveer uit? Een hele mooie medaille met een prachtig lint eraan. Ja. U doet het ook al jaren. Wat vindt u nou de leukste avond? Is dit de leukste avond? Voor ons is het leuk om te zien. Iedere avond is wel leuk, maar als ze de medaille komen halen, zijn ze allemaal zo gespannen. Van, krijgen we hem wel? Hebben we het wel verdiend? En dan zeggen wij, ja, natuurlijk. Er zijn altijd mensen die als eerste binnenkomen bij de avondvierdaagse. Leon en Ingrid. Ingrid, hoe was het? Geweldig, de eerste keer. Ik heb nog nooit meegelopen. Spijt dat je het niet eerder hebt gedaan? Nee. Wat is nou het leuke om mee te lopen? Voor mij is het omdat ik ruim 50 kilo afgevallen ben om dit als prestatie te doen voor mezelf. En als prestatie heb je dat shirt gekregen wat je aan hebt? Nee. Wethouder van Aken, goeie avond. U heeft de avondvierdaagse gelopen. Waarom? Ja, heerlijk toch? Mijn kinderen wilden graag en ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja. Moe is meegegaan? Ja, moeder gaat gewoon mee. Alleen, dat lukt niet alle avonden. Ik heb ook avondvergaderingen. Ja. Maar dan heb ik altijd nog een lieve moeder en een lieve broer die ook lopen. Ja, wat is het leuke van de avondvierdaagse? Ja, de gezelligheid. Ja. We hebben heel veel praatjes met elkaar. We zingen met elkaar. Ja, dat is het leukste, het samen zijn. Wat heeft u gezongen? Ja, ik kom er niet onderuit. Potje met vet staat toch op nummer 1. Net als vroeger. Ik vind dat wel weer mooi. Dat is wel een soort nostalgie eigenlijk. Maar u moet de mensen adviseren om gezonder te leven. Ja, en dat is het goede voorbeeld geven, toch? Diciano, goedenavond. Je bent al 7 jaar kampioen van jouw leeftijdsklasse. Leg uit. Ik loop gewoon snel. Ja? Is wandelen sowieso een sport wat je dan verder nog doet? Of doe je voetbal of iets anders? Ja, ik doe voetbal. Maar waarom ben je dan 7 keer eerste geworden? Wil je gewoon winnen dan? Ja, liefst wel. Hans Verdongen, het is weer zover de 52e avond, vierdaagse. We zijn net binnengelopen op SVV. Even kort samengevat, hoe ging het van de week? Ja, waanzinnig hè. Het weer zat mee. Gelukkig weer heel veel wandelaars. En het allerbelangrijkste, het was weer reuze gezellig hè. Ja. Dit is een bijzondere avond voor de mensen die het helemaal niet snappen. Wat is er nou zo leuk aan vanavond? Nou, het leuke ervan is dat we vanaf de West-Franklandse dijk, daar stellen we op. En daar komen de 2 muziekkorpsen, de Jeugdrijmelband en de Seniorenband. En dan gaan we daar vandaan, zeg maar in 1 kolonne met alle wandelaars richting het startbureau hier. En dat is hartstikke leuk, onderweg de mensen, heel gezellig. Even het weer, altijd belangrijk. Hoe is het van de week verlopen per avond? Ik kan niet anders zeggen als dat het fantastisch was. Begin van de week dinsdag hadden we een heel klein beetje, maar te verwaarlozen. Ideaal weer. Woensdagavond zelfs warm? Te warm, maar super. Nee, het is weer even super deze week. Hoe is het gegaan van de week? Leuk. Wat heb je voor avond allemaal gelopen? 5 kilometer. Ver? Ja, ik vind het wel ver. Wat doe je nou onderweg? Een beetje praten, een beetje zingen? Ja, zingen met mijn opa en lekker lopen en praten van de school. En daar stoppen we om pauze te doen en klaar. Waar heb je met opa over gesproken? Over veel dingen, over van de school, over mijn cijfers en zo. Joanna heeft ook meegelopen. Hoe was het van de week? Leuk. Ja, wat was er nou precies leuk aan? Dat je heel lang moet lopen en dat vond ik best wel leuk. Ja. Waar hebben jullie nou onderweg over lopen praten? Nou, we liepen allebei gewoon bij onze vriendinnen. Ja. Nou komt er achter jullie een bord te staan. Kijk even om, wat is dat voor bord? En wat is de klinker? Onze school. Mevrouw, goedenavond. Heeft u meegelopen? We hebben meegelopen. Ja. Met wie? Met Mick. Met de klinker. Mick van de klinker. Mick, hoe ging het vanavond? Ging heel langzaam. Waarom?
Iedereen liep te slenteren. En jij liep weer heel hard vooruit. Nou, mijn vriend en ik die lopen altijd ons eigen tempo. En wij, je moet achter de vlag blijven, maar wij gaan er altijd keihard langs. Hé, hey, je hebt met je moeder gelopen. Hoe ging dat? Ja, ik stond voor mijn moeder achter. Waar hebben jullie het over gehad onderweg? Ja, over wie er kwam. Ja. Ga ik even aan je moeder vragen. Hoe was het om met je zoon te lopen? Hartstikke leuk. Bijgepraat? Weer helemaal bijgepraat. En gezellig samen gelopen voor de vijfde keer. Ja. Dus, Nou, ik zit hier bij Manon. Die heeft ook de medaille gehaald. Manon, wat is er de vorige keer gebeurd? Nou, ik was door mijn enkel heen gegaan en toen had ik, maar dat ik 2 dagen niet meer kunnen lopen. En hoe ging het nu deze keer? Ik ben zonder door mijn enkel heen gegaan en heb ik mijn medaille gehaald. En is dat je eerste medaille? Nou, dat was de nummer 1 en dit is de nummer 2. En waar ga je hem hangen? Ergens bij mijn schoolfoto's. Burgemeester Lamers, de 52e avondvierdaagse in Schiedam. Wat vindt u van die avondvierdaagse? Ik vind het geweldig. Het is echt verbroedering onder Schiedammers. Kinderen, ouders, opennomen komen kijken op de slotavond. Iedereen doet mee. Iedereen heeft wel familieleden die meelopen. Het is echt een mooi gebeuren. Ja. In uw vorige gemeentes, was daar ook een avondvierdaagse? Ja, in Houten was het echt een hele grote. Er liepen een paar duizend mensen rond. Hier zijn het 1100, dat is al veel. Ja. Maar ik ben ooit begonnen in Spijkenisse. En in Spijkenisse is het echt één groot spektakel. Daar lopen 5.000 tot 6.000 mensen mee. En daar werd het zelfs gesplitst in een kinderavondvierdaagse en een volwassenen. Dat hebben wij gelukkig hier niet nodig. Ik vind dit gezellig, hè? Omdat volwassenen en kinderen nu bij elkaar lopen.